Ja, ik wacht even tot er wat meer mensen binnenkomen. Klompje gekregen op de boerendemo. Amsterdam, fiets. Ja, lief hoor, heel lief. Live noodoproep. Breaking news. Horen jullie mij? Kunnen jullie mij goed verstaan? Ja, kunnen jullie mij verstaan, mensen? Ja, ik heb net dus al dat in een video kenbaar gemaakt. Ik zie mezelf heel slecht hier, verdorie, door die... ik zie mezelf wel. Ik ben net gebeld door mijn advocaat 2 uur geleden en ongeveer 1,5 uur geleden misschien. Het gaat niet goed met mijn zaak. Ik heb een dreigement ontvangen van het advocaat-generaal Den Haag. Rechtbank Den Haag wil mij weer achter slot en grendel plaatsen, mensen. En niet voor kort, niet voor 3,5 week, maar voor tot oktober. Dus dan ga ik weer maandenlang de cel in. Of ik moet een compromis sluiten. En die compromis geldt als volgt. Geen social media activisme meer, zou kunnen. Ik weet nog niet precies wat de eis wordt. Maar het is verschrikkelijk, mensen. Ik word gecensureerd als klokkenluider voor de vrijheid... Klokkenluider voor de boeren, klokkenluider voor de vaccinaties, klokkenluider voor het geloof in Jezus Christus, klokkenluider voor de klimaatcrisis, klokkenluider voor mensenrechten, klokkenluider voor vele en heel veel dingen in de maatschappij en vooral de Great Reset waar ik heel veel nadruk op leg, Klaus Schwab en Bill Gates. Dus ik ben nog steeds hier in de Floriade in Almere. Ik ben hier in de Nieuwe Wereldorde. Het is hier allemaal gebaseerd op de Nieuwe Wereldorde, op de SDG-doelen. Dus ik zal even andersom filmen. Dan kan ik wat dichterbij ook de microfoon houden. Dan voel ik ook dat ik wat beter hoorbaar ben. Ik was net daar een frietje halen hier bij die dames daar. Ja, ik moest toch wat eten. En wat gebeurt er? Ik kon daar alleen met pin betalen. Dus ik maak een opmerking erover. Er was een grote groep, stond daar. Ik begin over dat pin betalen. Ik zeg, waarom niet met contant? Ik doe het wakkere verhaal daar even over dat we afhankelijk worden gemaakt van de overheid. Dat contant geld verdwijnt. Dat wij straks met onze spaarsaldo moeten wij de coronacrisis gaan betalen. We moeten straks de klimaatcrisis gaan betalen. En we worden onteigend van ons spaarsaldo. En als je niet doet wat de overheid wil, dan heb je straks geen bankrekening meer. Nou, iemand reageerde heel fel. Nou, dan ga je toch weg. Wat doe je hier? Want je hebt hier niks te zoeken. Ik zeg, meneer, waarom bent u zo aan het reageren? Ik vertel toch gewoon even mijn kant van het verhaal. Ja, maar je moet positief denken en jij gelooft in rare dingen. Ik zeg, meneer, binnen 1 jaar staat dit al ons te gebeuren. We kunnen dit nog tegenhouden. Nou, in ieder geval, ik kreeg wel bijval later van een van die 2 cashières daar. Maar ik ben hier dus in de New World Order. En ik heb net de kabelbaanattractie even bekeken. Ik heb een hele leuke dag gehad. Een paar goede gesprekken, ook een paar slaapkoppen gesproken. Helaas, is altijd frustrerend. Maar ik kan goed mijn zegje doen, maar het is niet gewenst. Dus ik word gecensureerd. En ze willen dit doordrukken en ze kunnen mij daar niet bij gebruiken. Dus ik heb er geen woorden voor, mensen.
Ik wil in ieder geval even vertellen dat ik in de nesten zit, in de problemen zit weer. En ik wist wel dat het zou kunnen gebeuren, daarom ben ik ook zo fanatiek altijd. Omdat ik weet van ja, elke dag kan je laatste dag zijn. Elke dag kan je laatste moment zijn dat je nog op social media iets kan doen, iets kan zeggen. Je probeert een beetje opschudding te veroorzaken. Je probeert een beetje advies te geven aan de boeren waar ze het beste kunnen protesteren. Bij de food hubs, bij het World Economic Forum, de leden daarvan. Ja, ik ben benieuwd wat de boeren gaan doen. Ik probeer ze te helpen, maar het is niet makkelijk. Ja, ik was ook bij het Mediapark geweest. Dat heeft veel invloed gehad. DPG plus Mediahuis, 96% marktaandeel. 400 miljoen jaarlijkse staatssteun. 830 miljoen jaarlijkse staatssteun voor de NPO. Social media, wie heeft de social media in handen? De geopolitieke macht op de journalistiek. Miljardairs, WHO, Big Pharma, EU, Verenigde Naties, WEF, NAVO en militair-industrieel complex. Het idee van journalistiek als waakhond van de democratie is al lang achterhaald. Journalisten weten wat er van ze verwacht wordt. Welke verhalen kans maken en welke niet. Tabe Bergman, communicatiewetenschapper. Ja mensen, zo gaat het nu. Brussel dicteert de kranten in Nederland. De elite dicteert de kranten in Nederland. Overheid is zelf de grootste producent van nepnieuws. Kees Hamelink, emeritus hoogleraar internationale communicatie. Burgers zijn gewillige slachtoffers van leugens. Mediaconsumenten roepen de leugens over zichzelf af. Je wilt hapklare brokken, informatie en vermaak. Je bent tevreden met brood en spelen en wilt niet weten hoe de wereld echt in elkaar zit. Vreselijk. Alle nieuwszenders, hè, waar wij dus tegen strijden met Onrecht TV, dat is helemaal natuurlijk verkeerd geweest. Want ja, dan kom je in de gevangenis uiteindelijk terecht. Alle nieuwszenders laten een eenzijdig gekleurd beeld zien van de actualiteiten. Waarom is het nieuws niet objectief? De NPO ontvangt jaarlijks 830 miljoen euro van de overheid. Hilversum en Den Haag hebben elkaar nodig. Hilversum en Den Haag werken samen. De Nederlandse regering staat onder invloed van de geopolitieke belangen. NPO heeft een marktaandeel van 32% in 2018. RTL heeft een marktaandeel van 20% en is eigendom van het politiek en maatschappelijk invloedrijke Bertelsman. Hou die man in de gaten, het is een Bertelsman. Bertelsman, waar ben je mee bezig? Talpa heeft met Veronica, SBS 6 en Net 5 een marktaandeel van bijna 14%. Talpa is ook eigenaar van het persbureau ANP, dat een grote mate van verwevenheid heeft in de internationale mediawereld. De overige 34% is in handen van buitenlandse zenders. Deze maken meestal deel uit van een van de 9 grote media-conglomeraten, waarvan de aandelen veelal in handen zijn van de grote machthebbers. Bijna alle Nederlandse kranten zijn gefinancierd vanuit Brussel. DPG, de persgroep, is eigenaar van het AD, de Volkskrant, Trouw en tal van regionale kranten, radiozenders en buitenlandse tv-zenders. Mediahuis is onder andere eigenaar van NRC Handelsblad, Telegraaf en Metro. Toen de Nederlandse kranten in het begin van deze eeuw door het opkomende internet noodlijdend werden, werden ze met EU-subsidie door de Belgen opgekocht. De EU kocht hiermee invloed om de Nederlandse bevolking EU-gezind te maken. Nog steeds ontvangen de kranten jaarlijkse subsidie en wel van de Belgische staat, omdat de EU-zetel in Brussel inmiddels een belangrijke economische factor is voor België. Pikant, topbestuurders van het mediahuis zijn dezelfde als bij de Belgische bank KBC. Social media censureren ons.
Ook de grote social media platforms staan onder invloed van de geopolitieke macht. Dit omdat de eigenaren er zelf deel van uitmaken. We merken dat door censuur op Facebook, YouTube en Twitter berichten die niet in lijn zijn met de WHO-richtlijnen over corona of nu de richtlijnen over de oorlog in Oekraïne, die worden verwijderd. Ook de andere berichten over de klimaatcrisis worden verwijderd. Kritische wetenschappers worden gecensureerd en verwijderd. Ja mensen, dus Max als politiek gevangene, wanneer komt er een einde aan deze nachtmerrie? Ik heb geen flauw idee. Moet ik naar het buitenland vluchten? Willen ze dat? Blijkbaar willen ze dat ik rare dingen ga doen. Gisteren was ik bij Jezus Leefde Partij. Ik hoop dat die goed te lezen was. Uit de Europese Unie. De eerste partij was Jezus Leefde. Die zei de Europese Unie, we moeten een exit hebben. Wij zijn fundamenteel tegen onrecht. Tegen de spirit of the Antichrist. De spirit of the globalisten. Ja, ik heb een hele mooie tijd gehad gisteren bij Jezus Leeft, de kerk Jezus Red en de partij Jezus Leeft. Het is één gemeenschap. Nou, ik ga even afsluiten hier. Liefde voor de boeren, liefde voor groente en fruit. Het is hier wel mooi om de mensen te zien. Ik heb net nog advies gekregen. Ik moet even naar het tuintje lopen van Qatar en het tuintje van de Emiraten. Dat zou leuk zijn. Ik zit hier in houtachtig gebeuren hier. Ik ben er helemaal klaar mee. Het zit hier ook helemaal niet lekker. Ik moest daar nog even naartoe, naar de kassen. Ik hoop dat het nog open is. Hortus Avenue. Er kwam hier net een wakkere strijder tegen die ik ken van de demo's. Hartstikke lief. En hartstikke leuk natuurlijk. En ik heb vanavond misschien nog een spoedvergadering met wat strijders. Ook natuurlijk een kerkdienst heb ik speciaal afgekondigd om voor mij te bidden. Dat ik weer in de Hof van Gethsemane eigenlijk ben nu. Dat mij weer een aanhouding wacht. Ik kan elk moment aangehouden worden mensen. Het kan morgen gebeuren, het kan vanavond gebeuren en dan zien jullie mij weer maandenlang niet. En dat is gewoon heel onrechtvaardig. Ik wil niet gaan huilen, weet je. Ik wil ook mijn mannelijkheid bewaren in deze strijd. Maar blijkbaar als je gewoon je eigen mening hebt en je wilt het gewoon op een radicale manier verspreiden. Ja, dan ben je in Nederland niet veilig meer. Je kan dan gewoon in de gevangenis gegooid worden als teken van censuur. Ja, ik vind het heel erg triest, heel erg schokkend. En ze willen mij gewoon zien als een grote loser en niet als een grote strijder. En dit is gewoon de ellende van mijn bestaan. En ik wist al dat dit zou kunnen gebeuren. Maar leuk is het niet. En voor mijn familie is het verschrikkelijk. Mijn ouders hebben zoveel geleden hierover. Ja, het wordt me gewoon te veel, weet je. En die haters kunnen me uitlachen, maar ik vind het nog niet eens zo erg om in de gevangenis te zitten. Maar voor je familie, voor je vrienden is het gewoon heel zwaar. En heel onrechtvaardig.
En ik had al lang naar het buitenland kunnen gaan, al voor corona, tijdens corona. Ik heb ook een hele goede tijd gehad in Berlijn, weet je, 5 weken. Maar ik wou gewoon Nederland helpen. Je bent toch in Nederland geboren. Ik ben toch in Amsterdam geboren. Je wilt eerst je eigen land helpen en daarna andere landen. Maar het mag gewoon niet zo zijn. Ik word gewoon kapot gemaakt als ik me uitspreek. Als ik mijn video's maak, word ik gewoon gedreigd met een 3 maanden gevangenis. Terwijl ik dat niet eens kan. Het kan niet eens. Volgens mijn advocaat kan het niet eens wat ze doen. Ja mensen, ik ben te emotioneel gewoon omdat het zo onrechtvaardig is en ik ben zo, ja, je staat er zo alleen voor. Ik probeer heel Nederland erbij te betrekken, maar zoveel mensen kijken gewoon de andere kant op. Ze willen niet meehelpen, ze willen niet strijden. We zijn gewoon met veel te weinig bezig. Maar ja, ik ben heel trots op jullie en ik probeer jullie ook altijd mee te nemen in mijn manier. Ik voel ook altijd verbondenheid met jullie. Maar ja, of ik ga naar de gevangenis toe, of ik moet me helemaal mezelf als het ware vastbinden in allerlei uitspraken kan ik niet meer doen. En ik zal morgen nog wel misschien een update kunnen geven over wat de voorwaarden worden. Maar misschien mag ik niet eens meer op social media komen. Is dit mijn laatste post? Ik weet het niet meer. Ja mensen, ik ga even me proberen een beetje mezelf weer op te pakken en nog even hier wat leuks doen. En dan ga ik ook naar huis toe. En ik hou van jullie en ik ben heel trots op jullie en ik blijf strijden. Ik blijf sowieso doorgaan, maar ik weet niet meer hoe. Tot later.